Ze is er al sinds de start van Op 1 bij Giovanka Ostiana. De zangeres vormt in het praatprogramma een duo met Thijs van den Brink, maar wordt al vanaf de allereerste uitzending behoorlijk bekritiseerd. Ze zou niet genoeg inhoud hebben om een programma over politiek en andere actualiteiten te presenteren. Ruim 2,5 jaar na de start van Op 1 geldt die kritiek nog steeds, vindt Rob Goossens, de televisiekenner van RTL Boulevard. Hij haalt deze week behoorlijk hard naar Giovanka uit in zijn column voor Veronica Superguide. Het is volgens Rob een blamage dat Giovanka de longlist voor de zilveren televisierster heeft gehaald, de televisieprijs voor beste presentator of beste presentatrice. Deze selectielijst bestaat uit in totaal 50 tv-gezichten. Een behoorlijk aantal dus, of, zoals Rob het noemt, de longlist barst uit zijn bilnaad. 50 kandidaten zijn er veel te veel, vindt Rob. Want ik zie er zo al 13 namen tussen staan die er niks te zoeken hebben. Giovanka Ostiana bijvoorbeeld, de bevallige dame die ervoor moet zorgen dat de Op1-kijker het gereformeerde hoofd van Thijs van den Brink pruimt. Het is volgens hem echt ongekend dat iemand als Giovanka op zo'n lijst staat. Niets dan liefde voor Van den Brink, inhoudelijk verdient hij zijn plek aan het hoofd van de talkshowtafel. Maar dat de stoelvulling naast hem kans maakt om beste presentator te worden, is een belediging van het presentatievak. Verder deelt Rob ook nog een sneer uit aan Johnny de Mol, die op dezelfde longlist staat. Grappig eigenlijk, want zijn programma zou natuurlijk al lang niet meer op de buis zijn geweest als SBS6 van een andere eigenaar dan zijn vader was. De zilveren televisierster is dit jaar voor het eerst genderneutraal. Er is namelijk een serieuze kans dat Raven van Dorst met de prijs naar huis gaat. Thank you.